Welkom op mijn YouTube kanaal Camper TV. We zijn weer op weg naar een leuke camperplek. En we rijden op dit moment in het Duitse plaatsje Stralen. En Stralen, dat ligt net over de grens, zeg maar tegen Venlo aan. En daar is een camperplek en die ligt net iets buiten het centrum en die ligt vlakbij het gemeentelijke zwembad. Daar is plaats voor 30 campers en het kost 7 euro om daar te staan. En we gaan deze camperplek eens even goed voor u bekijken. Zoals je kunt zien op het bord is het alleen maar toegestaan voor campers en niet voor caravans. Dat is iets wat je in Duitsland wel regelmatig tegenkomt, dat er ook caravans mogen staan op een camperplek. Maar hier dus niet. En je ziet dat je direct aan de zijkant van de camperplek richting het zwembad kunt lopen. Deze camperplek kent maar liefst 2 verzorgingsstations. We vinden uiteraard een vuilnisbak hier en een zuil waar je drinkwater in kan nemen en je toilet kan legen. Iets verderop staat mooi gescheiden de voorziening om je grijs water te lozen en je kunt hier goed overheen rijden met de camper. En de tweede sanizuil staat aan de andere kant van de camperplek. Hier kun je ook je toilet legen en hier kun je drinkwater innemen. En drinkwater kost 1 euro en afhankelijk van de dikte van je slang krijg je tussen de 50 en 80 liter drinkwater. Wil je televisie kijken, dan moet je even goed oppassen waar je gaat staan. Als je aan de rechterkant van de camperplaats gaat staan, zoals hier, dan kun je zien dat je voor de bomen staat en dan heb je dus geen schotelontvangst. Maar sta je aan de andere kant van de camperplek, dan heb je onbelimmerd zicht. Stroomzuilen vind je op verschillende plekken op de camperplek. Als je de camperplek afloopt, kom je direct op de weg naar het centrum van Stralen. En dat is ongeveer 900 meter lopen. Wat ook leuk is, direct naast de camperplek is een trimparcours aangelegd van precies 1 kilometer lengte. Dat is een mooi rondje om het zwembad heen en onderweg vind je ook diverse trimtoestellen. Natuurlijk kun je het rondje ook wandelend doen en als je 1 keer het rondje hebt gedaan, weet je dus dat je precies 1 kilometer hebt gelopen. Wij vonden dit een leuke camperplek voor een overnachting. Nou, tot zover deze video van Camper TV. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt, dat je nieuwe inspiratie hebt opgedaan voor leuke camperplekken. Bedankt voor het kijken. Vond je deze video leuk? Geef dan een duim omhoog. En ik zie je natuurlijk graag terug bij een van de volgende video's van Camper TV. Goeie reis en tot ziens!